Even voorstellen, Giselle Wegels, al meer dan 40 jaar beeldend kunstenares. Ze heeft geschilderd, ze maakt beelden en ze exposeert regelmatig. In 2022 zelfs in Venetië voor het Europees Cultureel Centrum. Haar werk wordt gekenmerkt door symbolen. Zijn bijvoorbeeld de schelp, de vis, de schijf. En metaforen. En dan de vogel is de metafoor. Ze beheerst de techniek. Gieten doe ik zelf niet, dat is echt het vak van de bronsgieter. En het afwerken, dat doe ik eigenlijk hoofdzakelijk zelf. Het is echt ook een ambacht. Maar kunst is voor haar niet alleen maar een ambacht. Beelden maken is eigenlijk communiceren. Door beelden te scheppen, richt Giselle zich op de medemens. Ik hoop dat er raakvlakken zijn. Dus ik hoop dat mensen zich soms kunnen herkennen in mijn beelden. Omdat wij allemaal dezelfde persoonlijke structuur doormaken. Ja. In het leven. En het kan dus zijn dat mensen zich herkennen in mijn beelden. En het is ook wel gebeurd dat mensen erg geëmotioneerd waren door sommige beelden. Kunst is voor Giselle een basale levensbehoefte. Nou, beeldend werk is eigenlijk voor mij net als ademen. Ze kan niet zonder. Het is nodig. Het is een innerlijke behoefte. En via die kunst maakt ze steeds ook weer een zoektocht. Een zoektocht naar God. Of naar het goddelijke. Ja. Het hogere, een verdieping van mijzelf, het komen tot mijn kern. Ik vind het vak beeldhouwer, vind ik eigenlijk een heel spiritueel vak, omdat je dus met heel aardse materie bezig bent, maar een gedachte of een idee uitwerkt. Dus dan krijg je weer die verbinding tussen het aardse en het andere. Meer weten over Giselle Wegels en haar laatste expositie in Venetië? Kijk dan naar het gesprek van Helma de Rooij met Giselle. Het staat op haar eigen kanaal Giselle Wegels, maar ook op het kanaal van Studio Ville, allebei op YouTube.